Welkom bij mijn Let's Play van Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Als eerst ga ik het hebben over de game interaction. Voor de PC-versie hiervan gebruik je een toetsenbord en een muis. De muis gebruik je om te navigeren in de game, om rond te kijken, te zoomen en te schieten. Waar je het toetsenbord gebruikt om verschillende acties uit te voeren met je spelen, zoals bijvoorbeeld lopen, duiken en springen. De keybinds die je gebruikt kan je aanpassen naar je eigen gevoel. Dit kan gedaan worden in het volgende menu. Hier zijn de keybinds te zien die ik gebruik voor het spel met de bijbehorende acties. Oké, nu de game interface. In de interface zie je een aantal dingen. We beginnen rechts onderin van het scherm. Hier zie je de naam van het wapen, de gekozen attachment, het aantal kogels, je gekozen scorestreak en de progressie daarvan. Twee van deze onderdelen zijn belangrijk voor de gameplay. Het aantal kogels geeft aan hoeveel kogels je nog in je magazijn hebt en wanneer je moet reloaden. De scorestreak progressiebar geeft aan hoe dichtbij je bent tot de scorestreak. Deze kan je vullen door objectives te halen in de game of door kills te maken. Wanneer je een scorestreak gehaald hebt, zal deze oranje kleuren en kan je deze gebruiken. Aan de linkerzijde van het scherm zie je de timer, welk team je bent, wat de score is en welke ronde. De timer en de score zijn bepalende onderdelen omdat deze invloed hebben op het winnen van het spel. Verder zie je daarboven ook de kill feed. Hier kan je zien wie elkaar gekilled heeft en welk wapen ze daarvoor gebruikt hebben. Verder heb je de minimap. Dit is een zeer belangrijk onderdeel van de gameplay omdat hier veel informatie van te halen is. Je kan bijvoorbeeld zien waar je objectives zijn. Je teammates kan je zien door middel van de groene pijltjes op de map. En de rode pijltjes geven aan vanaf waar je beschoten wordt. Om goed te worden in het spel moet je dus regelmatig op de minimap kunnen kijken terwijl je aan het spelen bent. Wanneer je een enemy raakschiet, krijg je een hitmarker in je beeldscherm. Afhankelijk van welk wapen, hoeveel kogels of waar je raakschiet, zal de enemy schade hebben of doodgaan. Wanneer de enemy jou raakschiet, zal je scherm rood worden, tenzij je te vaak geraakt bent. Dan zal je jezelf dood zien vallen op de grond. Kort samengevat, het is een duidelijke interface die toepassing heeft op de gameplay en de speler genoeg informatie geeft over zijn progressie in de game. Bedankt voor het kijken en peace out!